Voor het examen, preproductie en productie moesten wij een videoclip gaan maken. En na de uitleg hebben Max en ik besloten om samen een groepje te maken, te vormen. En hebben dus besloten om het samen te doen. Uiteindelijk, ik kende nog wel iemand genaamd, een producer genaamd Zafre. Hebben we contact gehad met welk nummer die zou willen doen. En hebben we de eerste Zoom-gesprek gehad over wat betekent het nummer nou. Wat wil die eigenlijk ongeveer in het nummer hebben. Vanuit daaruit zijn Max en ik eigenlijk gaan brainstormen met ideeën van voor het verhaal. Dat hebben we teruggekoppeld naar Guus. Daar heeft hij hier en daar nog wat aanpassingen op gehad. En daarna hebben we nog een keer wat concreter gemaakt. En uiteindelijk bij het laatste gesprek zei hij, ja, is goed. Ik vind hem goed. Ik vind hem gaaf. Vanuit daaruit zijn we echt het voorbereidingsproces ingegaan. Dus shotlist maken, scripts maken, het volledige script maken. Op zoek gegaan naar locaties, naar acteurs. Wat willen we precies erin hebben? Hoe willen we het hebben? Dus dat ging eigenlijk ook best vlot. Toen zijn we gaan plannen. De eerste planning is helaas niet goed doorgegaan, zeg maar, vanwege corona. We hebben wel echt gewoon vooral geprobeerd rekening mee te houden. Zoveel mogelijk, 1,5 meter. Nou, zoals je vooral ook op draaidag 2 waren we wel met echt meer mensen. Die er ook achter de schermen ook gewoon erbij stonden en hielpen. Dus dan had ik wel gewoon voor alle zekerheid gewoon hier standaard mijn mondkap. Uiteindelijk hebben we het. Welke datum hebben we het ook weer geschoten? Zaterdag 16, maandag 18. Oké. Uiteindelijk hebben we het dus op zaterdag 16 en maandag 18 januari hebben we het uiteindelijk weten te filmen. De eerste draaidag was eigenlijk vooral echt het verhaal dat we het allemaal gingen filmen. Daarin hadden Max en ik dat we zeiden van nou, we gaan gewoon goed afwisselen met de draaien. En dan vullen we elkaar aan. Gewoon als iemand een idee had, dan filmden we het gewoon. Draaidag nummer 2, dat was vooral met performance shots dus van Guus en van Paul. We hadden een hele mooie locatie in Apeldoorn, dichtbij het station. Op het begin regende het als de neten. We hebben echt een half uur tot drie kwartier moeten wachten. Uiteindelijk hebben we gewoon hele mooie, het ethisch soort van met allemaal LED-lichten, hebben we gewoon hele gave performance shots, hebben we neer weten te zetten. En hoe ik er uiteindelijk op terugkijk, ik zou het eigenlijk precies hetzelfde eigenlijk nu hebben gedaan. Anders dan hadden we niet de mooie shots weten te bereiken als dat we nu hebben weten te bereiken. Ja, tuurlijk, er zijn wel dingen wat ik eigenlijk dan achteraf dacht van, oké, misschien hadden we dat net iets beter kunnen regelen of dat soort dingen. Maar ja, we hebben gewoon geroeid met de riemen die we hadden, ook juist met corona. En nou, denk ik dat we gewoon een heel goed resultaat hebben neergezet.